Hey mensen, ik ben Martijn aka Captain Tube en vandaag ben ik terug met een nieuwe hardcore series. Vandaag gaan we dus weer al verder. Ik heb dus geen idee wat we gaan doen. Eventjes, oh jezus. Eventjes denken wat we gaan doen. We hebben iron, we hebben mossy stone. Ja, ik denk dat we dus eerst gaan beginnen met een beetje van deze shitload aan stuff. Hier zo, denk ik, te gooien, zo. En dan gaan we gewoon resources verzamelen. Ja, ik denk dat we dat best gaan doen. Beste stack van dit menu. En dan al de rest wat ik niet meer nodig heb. Hierin, zo. Ja, eten heb ik niet. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Raw beef? Maar waar is mijn gekookt eten? Maar we hebben niet doodgegaan toch? Goed, dat is dus het eerste wat we gaan doen. Is dus eten gaan zoeken. Goed, let's go. Oh, dit hebben we ook niet nodig. Drain. Ah, we hebben hier een little bit. Wat ik wel wil doen is, het wordt denk ik bijna nacht, is Ik heb dus eigenlijk echt geen flauw idee. Ik ben dus gewoon gestart en ik heb dus echt geen idee meer van wat we kunnen doen. Wat ik wel wil doen is dus eigenlijk een farm maken. Gewoon een farm voor brood en zo. Ik denk dat ik dit hier op dit eilandje ga doen. Ja, we doen dit gewoon op dit eiland. We gaan dit eilandje gewoon een stukje groen. Oh! Do you see this? Do you see this? Oeh! Me likey! Goed, ik ben gestart op 55 gaan we zeggen. 2:55, dus we gaan een kwartiertje doorgaan. Ik ben al ietsje langer bezig, maar dat ga ik even vergeten. Oh, adem, best wel. 55, dus een kwartiertje wil ik zeggen 10 na stoppen, als ik mijn tijd niet vergeet en het... Oh, au, au, pijn! Oh, dat doet pijn, echt niet normaal. Goed, dit is dus episode 2 van de hardcore series. Het is donker, dus we gaan zo meteen moeten gaan slapen. Eerst wat stukjes bijplaatsen totdat we dit... hier zit er ook van. Hey! Oh! Far jumpy! Goed. Waarom heb ik je dus hier in mijn bed geplaatst? Want, allee, jullie vragen jullie dat misschien af, is omdat als er monstertjes spawnen die boven de grond of in een cave dicht in de buurt, aangezien dat er hier geen cave is en geen plaats is voor monstertjes onder de grond te spawnen, kunnen ze dus daar niet spawnen. Hier kan het nog zijn, als je hier je bed plaatst, is dat ze zeggen van, ja, you can't sleep here, monsters in the area of zoiets, weet ik veel wat. Soms heb ik dat toch wel eens gehad, dat een fout was dat ze melden, of dat Minecraft meldde aan mij. Goed, we gaan hier dit nemen. En we kunnen misschien later iets doen met die, met al deze klei die ik hier kan verzamelen. Misschien een huisbouw. Nu, ik wil sowieso dat eilandje daar behouden. We zitten dicht bij, Jungle Biome. En we zitten dicht bij het water hier. Ja, ik denk dat we hier goed zitten. Ik ga damage nemen. Au. Ah, pijn. Ik denk er nu net aan om jullie eigenlijk te melden dat ik dus daarnet de film American Pie heb gedownload. Legaal natuurlijk.
Omdat, ja, ik wilde die echt zo graag zien. Ik had er al zoveel van gehoord. Die was net in de cinema uit, in de bioscoop eigenlijk. En ja, ik heb die niet kunnen zien in de bioscoop. Werk, veel werk. Dus ja, heb ik die maar legaal gedownload. Zo. Hier een stukje kleiner dat ik wat... eigenlijk is het groot genoeg, dit stuk hier. Ja. We gaan dit hier onder wat dicht maken. Want anders wordt hij hier iedere keer ingetrokken als... Hoe denk ik dan nu weer? Nee. Ik denk steeds... Ik ben gek aan het worden. Ik ben gewoon gek aan het worden. Ik denk steeds dat er weer nacht aan het worden is. Strange. Wat doe ik nu? Hier laat ik wat resources liggen. En wat... Seeds ook, dus dat is ook iets wat we dus nu gaan verzamelen, is dus seeds. Want dat wil ik dus het eerste hebben, is dus een kleine farm. Het zal natuurlijk niet snel gaan ofzo, maar het zal niet snel groeien. Maar we hebben gewoon dan al een backup plan, moest al ons eten op zijn. Je weet maar nooit. Ik heb ook geen bones, zodat ik dus dat kan laten groeien. Dus ja, we zijn dus weer al ja, gepest. Bloempje! Jeehoe! Bloempje. Kick you with the bloem! I will kick you with the bloem! Oh, best dat ik even wat tijd heb om deze video op te nemen voor jullie, want straks moet ik weer gaan werken. En dan zal ik waarschijnlijk niet veel tijd meer hebben om een filmpje te plaatsen. Nu, wat ik wel wil doen is dus... om de dag of om de twee dagen een filmpje plaatsen, als dat mogelijk zou zijn. Ja. Want ja, weet, ik weet zelf dat dat moeilijk zal worden, maar toch, om jullie te bewijzen dat dat niet zo is, gaan we het dus wel doen, een filmpje plaatsen. Nu, hier kan ik iets, zeker iets mee aanvangen, een cave hebben. Ah, muziek, auw, mijn oren. Ah. Muziek van Minecraft, echt goed. Heb ik dus de vorige keer ook al verteld. Ik vind dat echt goed of tof om mee te spelen. Maar één nadeel is, als je aan het recorden bent, speelt dat zo luid. Oeh, hier zit er ook weer. Als ik me niet vergis, is dat klei. Ja. Oh ja, mensen, als jullie een challenge hebben, laat ze zeker in de comment section below. Of ja, dan kunnen we iets doen. Dan kunnen we iets nuttigs doen. Niet behalve hier nu... Oh, je zit hier nog steeds! Voor de mensen die dat eens gezien hebben, vorige aflevering. Die koe zit er nog altijd. Goed. Ik zou eventjes eigenlijk moeten checken, maar ik wil iets laten zien, of laten of ik wil iets weten. Is dat mijn vorige video, wat ik wel zeer epic vind, in de laatste... Boah, sorry dat ik even zo heel raar doe. 10 september, dat was dus 2 dagen terug. Heb ik hem dus online geplaatst. Heb ik 20 views gehad. Eigenlijk niet veel voor de subscribers die ik heb. Maar dat komt ook omdat ik vroeger heel wat Engelse commentaries deed. En mijn publiek is dus eigenlijk enkel Engels. En ik denk dat dat de grootste reden is waarom nu... waarom nu dus niet veel mensen mijn video's bekijken. De mensen die het toch doen, bedankt alvast. Ik apprecieer het zeer hard. Goed. Hup, chop. Dit moet hier eigenlijk ook wel een stukje beter, hè? Zo. Dat ik hier iets gemakkelijker kan lopen als ik wil. Zo. Die berg behouden we sowieso. Daar moeten we dus iets epics mee doen. Zeker weten. Is hier deze maar weg? Dat ook. Oh, shit. Shit. Goed, we gaan dus ik weet niet hoe dat je het uitspreekt. We gaan dus een hoe maken. Houweel, pikkoweel, of hoe noem je dat? Zo'n dingetje hier zo. Zo, stone hoe, ja, ik weet niet hoe dat je dat anders uitspreekt. En dan gaan we een shovel maken, ook zo. Hebben we weer een shoveltje bij. Dan kunnen we weer eventjes verder. Jump! En er staat er gras. Ik wil daar geen gras hebben. Graag. Oei. Goed, de zijkanten gaan we dus al omhakken, zodat ze kunnen fertilizen, of noem je dat. Dat er dus
dat zo kan gecomposteerd, of hoe noem je dat in Nederlands, kan worden, zodat dat al kan beginnen groeien. Oeh, dat gaat net uitkomen. 8 aan iedere kant, als ik me niet vergis, als ik niet misgeteld heb. Ik had er 16, dus moet ik hier toe komen. Kijk, kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi, zeg. Nu ja, de rest gaan we gewoon zo laten. Even kijken, waar zitten we? Midden in de dag. We hebben nog een 7-tal minuten om te recorden. Nu, wat gaan we nu nog doen? Onze kleine farm kan beginnen groeien. Wat ik eigenlijk ook zou moeten doen is die cave daar onder handen nemen. Even kijken hoe ver dit hier allemaal gaat. Deze mooie weer. Oh, er staat hier zo'n eenzame boom. Laat die maar staan dan, zou ik zo zeggen. Ik ga gewoon wat eventjes zo, ja, zo. Go! Oh, dacht dat ik het even niet ging halen. Oh, wat stom van me. Ik zou beter eigenlijk een bot maken en zo. Eventjes exploren, want dat wil ik nu gewoon doen. Hier moet er dus ook weer wat ruimte gemaakt worden. Zo, zo. Dat ik hier kan lopen, als het mogelijk zou zijn. Zo, dat is dus ook gefixt. Dus die hoek hier nog eventjes af. Zo, zo, zo. Deze moet weer. Zo. Ik kwam hier ruimte hebben. Goed, we gaan naar binnen. We gaan dus een bootje maken. Oh nee, ik heb wood nodig. Ik heb geen wooden axe zeker. Sticks heb ik wel. We gaan dus een axe maken. Zo. 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 Ja. Dan gooien we dit alvast in de kist. Pickaxes heb ik genoeg. Wow. Nu, dat is wat ik even ga halen voor ik explore. Explore zal voor de volgende keer zijn, denk ik. We gaan eerst wat boompjes vellen, omleggen. Want ik heb ook heel wat wood nodig. Ik heb er niet meer zoveel. Moesten we ooit zeggen, we gaan cave exploren, dat ik niet midden in de cave explore shizzle moet zeggen van... ja, ik moet eerst wat wood gaan halen. Ja, ja, we gaan dat nu doen. Gewone trees zullen meer of voldoende zijn. Nu, er zijn er niet zoveel. Er zijn er heel wat jungle trees. Die heb ik niet nodig. Zo. Dat hebben we ook. Het wordt eigenlijk alweer bijna donker. Ik zou wel één stack van wood hebben. Zo. Van normal wood bedoel ik dan wel. Maar aangezien dat hier niet zoveel normal wood staat. Hoe is die? Oh, dat is je nice. Random gespawned, jongen. Random gespawned. Normal tree, here I come, kill you. I'm gonna kill you. Kill the tree. Show. 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 Oh, that's all jungle. Oops. Dat is gewoon normal wood hebben. Het wordt donker, dus we gaan terug moeten. Binnen een paar uur moet ik weer gaan werken. Nu, de vorige aflevering is zwaar gerenderd geweest. Wat bedoel ik daarmee met zwaar gerenderd? Is dat ik heel wat animaties heb toegevoegd. Zoals die XD's en die LOL's en die hahaha. En de mensen die mijn vorige video gezien hebben, zullen dat wel weten. Anders zal een annotatie linksboven komen, zodat jullie weten waar naartoe te gaan. Dan wil ik ook nog doen, is hier zo'n beetje ondiep maken. Zodat het eigenlijk een kanaal lijkt. Dat dat eiland zo'n beetje afgesloten is van de rest. Eigenlijk, dat eiland is hier echt wel perfect. 3 langs die kant, 3 langs en dan eerst 7. Oh, dat is al perfect gedaan eigenlijk zo. We gaan een klein padje maken. Nog weg. Zo. Zo. En dit hier ook. Oh, ik zit in mijn huis. Dat is eigenlijk niet de bedoeling zo. We gaan hier zo inplaatsen. Goed. Dit
hebben we dan ook alweer gehad. Food is gekookt. Kool heb ik nog genoeg. Oh, dat kan ik ook wel gebruiken. Is extra toortjes. Altijd handig. Tree sapling. Ik heb nu toch even wat genoeg wood. Dus we gaan een extra kist maken. Zodat onze andere kist groter wordt. Zo, grote kist. Zo, grote kist zeg. Dan gooien we dit er ook in. Ja, onze little cave hebben dus ook al volop donker. Daar spannen we al beestjes. Ik wil eventjes aan checken wat hier is. Zo. We spannen hier eigenlijk wel veel dingetjes. Daar zie je ook een creeper, zo helemaal alleen in een hoekje. Ja, dat zijn creepers hé. Voor de mensen die het nog niet was opgevallen, mijn FOV, hoe noemt dat, mijn view zeker, staat op Quake Pro. Dus dat wil zeggen, als ik de, oh scary sound, als ik dat aanpas, zie het zo goed. Ik heb graag dat ik zo een beetje FOV, dat ik zo het gevoel heb dat ik zo meer view rond mee heb. Zo. Ook al is het niet zo, maar ja, nee, we gaan niet in ons bed. Hier kunnen we eigenlijk ook iets van maken, zo een compartiment lager. Eigenlijk zouden we zo moeten rooms ten opzichte van elkaar hebben zo. Een room deze kant op, kamertje, wacht eentje die, drie daar, ja. Even groot, dus één, dus hup, twee. Nee, het was maar één zeker. Het was maar één. Dan gaan we dat terug plaatsen, zo. Ja, ik heb dus net American Pie gezien. Weer al hilarisch. Reunion, wat wil dat zeggen? De bijeenkomst of de hereniging van alle mensen van American Pie was echt zot hilarisch. Heb me op sommige momenten zo kapot gelachen. Niet normaal meer. Maar ik ben ook wel een een volger van de films. Ik heb al de films gezien van nummertje 1 tot nummer 8. Ja, dat is echt nice gewoon. Zo, dan hebben we hier een kamer. Kunnen we hier eigenlijk onze kisten plaatsen. Zo. Eigenlijk hebben we weer niet veel gedaan vandaag, behalve wat stuff verzameld. Veel wood sowieso. Nu mensen, alvast bedankt voor het kijken. Ik ga jullie jammer genoeg moeten verlaten. Oh sneeuw. Jammer genoeg zal ik jullie moeten verlaten. Hoe komt dit? We zijn denk ik 15 minuten bezig. Ik loop weer wat even vast. 15 minuten bezig. Zelfs ietsje meer. En anders wordt het te lang om te bewerken. Vorige keer 20 minuten. Dat was dus het begin aflevering. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat zeker jullie challenges achter in de reacties beneden. Like deze video as hell. Hopelijk kunnen we 5 likes halen. Want die 5 likes helpen mij zwaar vooruit. En betekenen ook voor mij dat dat jullie het leuk vinden en dat ik wat ik doe, dat ik het toch wel een beetje goed kan. Niet dat ik daarin twijfel van mezelf. Dikke nek. Toch bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Toedels.